Dames en heren, welkom bij de Gaming Dutchman. Ja, waar zijn we mee bezig? Hoppa, we werden aangevallen, of ik viel hun aan en zij hadden mijn zaal leeg klaarstaan. Dus dat, dat gaat niet door. Of niet. Oh, not enough coal, kom op. Wat was ook weer, waar was Rocco ook weer goed voor? Screech running it endurance water and sun special. Oh, we kunnen een speciale biddage vak gebruiken. Maar hij kan, oh ja, hij kan dat vooral dat diggen. En hij heeft een hoge bite. Maar deze heeft een nog hogere bite dus. Vooral de dingen. We moeten toch nog wat anders kunnen maken. Ik heb mountain lion met een coyote en een wolf. Mountain lion met porcupine of zo had ik. En wat had ik nog meer? Ja. En die lemming. Voor eigenlijk voor dingen. Dat kan heel handig zijn. Voor onder andere verkennen. Dus ik heb die gebruikt, die. Wolf ook wel om wat omhoog te gaan. Skunk nog niet, want die is gewoon kut eigenlijk. Tenzij de stinkcloud. Create a short-lived stinkcloud that stuns enemy units and makes all units in. Oh, wacht eens. Hoppa, deze moeten we ook hebben. Zeker. En die ga ik dan op de wolf gooien. Stinkcloud. Kan ik nog mooiere voorpootjes? We gaan deze. Oh, wat de hel. Ik heb zijn rug wel nodig, zijn kop ook. Hoppa, dit is Wie is dit? Oh ja. We hebben AI nog in ons team. Skunkai. Oké, hoppa. Nou, AI, welkom in team. Dus, wat hebben we? We hebben Stefanetjes voor de damage. Die voor de afstand. Deze kunnen eventueel voor ja, eigenlijk wat. Ook wel voor damage, maar voor digging. En deze is voor de stinkcloud. Dus ik denk dat de bovenste drie nu een beetje mijn team moeten worden. Hoppa. What's next? Right. Oké. En hier moet ik toch ook wel even drie voor mij. The are under attack. Ready. Nou, hoppa, laatste. En dan kunnen we weer. Ready for action. Sounds like a plan. Sounds like a plan. Sounds like a plan. Yeah, dude. Wat is dit? That stuns enemy units and makes all units within the crowd immune to. Oké, wat is dit? Quill. Oh ja, Quill was. Nee, die stinkcloud moeten doen. Kom op. No problem. Hoppa. Sounds like a plan. I'm on it. The critters are under attack. Zijn we een stinkbom? Hey, wat? Nou heb ik ze nog niet meer geselecteerd? What's next? The critters are under attack. No problem. The critters are under attack. Sounds like a plan. Let's go. Right. Oh wacht, oh shit, jij moet nog. Ga kapot. I'm on it. The critters are under attack.
Ja, dat zal wel. Maar we gaan eerst het... No problem. Hoppa. Nou, dat was het dan. Oh, wat een lachen game is dit. Wat een beestjes. Check dit dan. Jongens, jongens. Kom op, mag wel allemaal helpen hoor. Dus nu, zo werkt het toch? Ja, ah, kijk. Hoppa. En, ja, nou heb ik hem toch gehaald? Niet? Let's go. Wat hebben we nog meer dan? Right. Right. Let's go. Hè? Die hadden we nodig. Let's go. I'm on it. Moeten we die wel doen? Right. Hè? Let's go. Nou, dan maar dit gewoon aanvallen hoor. Ik weet niet. Of zal ik eens Lucy hierheen halen? Geen Lucy hierheen halen. Lucy, waar ben je? For science. For science. Oh mijn god. Oh shit. Ik wou het kool terug. Jij mag eruit. What would you have me do? Right away. I'll get on that directly. Oh. Ready. Stop. Right. Nee, stop, stop. Right. Wat doe ik? Card, control, move. Stop. No problem. Stop. Let's go. Ze luisteren right. Niet. I'm on it. Je hier mij dan. No problem. Hmm? Right away. Zij moest dat onderzoeken. Nee, shit. For science. For science. Oh, ja. Great work. Nou mag ik de enemy bases, sorry. I have the genetic amplifier plans now, Rex. It's a very impressive piece of work, so I doubt Whitey Hooten had anything to do with this one. I'll know more when we build it. Hoppa. Woohoo, boys. Okay, let's get out of here. Where to? I'm here for my father. So let's head back to his lab and see what so vooruitstrevend. Julius's men are sure to look for us there. I'm betting on it, Lucy. I'm betting on it, Lucy. Hey, Lucy, I'm home. Hello? You? Oh, if you're dead, I'm gonna kill you. Lol, zo. Hij zit gewoon in dat huisje. What the hell? Ja, continue. Zo, ik heb een lelijke gast aan. If my man cut you to pieces and use you for bait. The Notorious Whaler. From the research diary of Dr. Lucy Willing, June 15th, 1937. Case profile, Whitey Hooten. According to my charts, we're entering the territory of Whitey Hooten, one of Julius's right-hand men. He's not the sharpest knife in the drawer, but his brute strength and quick temper make a big impression on the men, keeping them in line and on schedule with Julius's plans. It doesn't hurt that he's practically a legend in these parts. He's famous for being a notorious whaler, chasing down the great white whale across the South Seas. I've heard stories of him breaking pack ice just by yelling at it, and catching whales with his bare hands. These can hardly be believed, but that doesn't make him any less dangerous. I don't know, Mr. Chance. Coming back to Dr. Chanikov's lab seems really dangerous to me. My father might have escaped Julius's attack. He might still be alive somewhere on this island. After 3 days in the bitter cold? Don't you think we owe it to him to at least try? I'm sorry. You're right. Even if we don't find him, we might get some clues about what happened to him. Wat de fuck wil je hem achter hem aan? Hij heeft je verlaten vroeger. Hij heeft je gewoon... Wat? Wat een mafkees. Ah. Welcome. The drum messages said you might be coming, and that you can be trusted. Drums?
We've been flying for hours. How the heck could you hear them? They're really big drums. Huge. The latest models. I see. I'm looking for my father. He used to work on this island. Your father, huh? Was he the tall, white-haired fellow with the glasses, lived in the big concrete building? I think so. Although I haven't seen him in many, many years. He disappeared when the short man and the big man showed up a few days ago. If you go looking for him, be careful. The big white bear has two structures with powerful magic that many monsters come out of. Many of our people have been badly hurt. Maybe I can help you out. I've had about enough of seeing innocent people get hurt. Rex, I don't know if we have time for this. We'll make time, Lucy. Great. We'll send a scout out to lead your way. We're gonna make some time. We got no objectives. Okay. It looks like we might get into a fight. Ooh. So we'd better start building up a base and some creatures right away. And we're also gonna need coal and more henchmen. And we're going to need more electricity too. Ready, boss? Okay. How can I help you? Right away. Ready. Fuck, I need power. Yes? Electricity, opa. Toma. Right away. Ready, boss. Kijk, nou begint het echte. Er is dus allemaal bonus. Hoppa. We maken er 3. En wat hebben we hier? Find the village scouts on the ice fields. Bla bla bla. Grizzly bear, wolverine, ram en een musk ox. Oh, daar kunnen we nog wat mooie dingen mee maken. Oh, daar hebben we de beer. Ready for action. Right. Pew. The building. And grizzly bear. Its main weakness are low sight range, modest defense and lack of and blah blah. The fact that it's relatively cheap and has high health increases the value in command. Dus heel hoog health, maar eigenlijk niet zo sterk volgens mij. Okay, nou prima. Quested is complete. Objective done. Great work, boys. Done. Great work, boss. Let's go. The building you requested is complete. You're the boss. Opa. Yes, right away. Ready, boss. Alright. Kom er nog een uit, toch? Wat nou, not enough coal. Schrapen dan. Schrapen. Goed. We hebben een begin gemaakt voor deze... Oh, is dit... Oh nee, die hebben we al. Voor deze aflevering. Voor deze missie bedoel ik. Dus... ja, we gaan... We gaan afscheid nemen. Ik zeg toedeloe, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.